Goedemorgen allemaal. Vandaag, 12 juni, hebben we de derde reminder bij Kaatjes Inspiratie Challenges. Onze uitdaging is maak een mannenkaart. Vandaag de laatste reminder. Deze uitdaging duurt nog tot zaterdag, 6 uur 's avonds. Kun je nog meedoen. Ik wil jullie graag laten zien hoe ik mijn kaart heb gemaakt. Ik ben begonnen met een kracht stukje van 10,5 keer 21. Daarop een zwarte mat van 10 keer 20,5. En daarop een stukje designpapier van 9,5 keer 20. Ik schrijf het er altijd even op. Dat vind ik voor mezelf wat makkelijker. En ik heb alvast wat spulletjes klaar liggen. Deze ga ik vast opplakken. Ik heb mijn lijmpistool al aan. Dat vind ik zo even wat makkelijker om mee te plakken. En de randjes even vind ik vaak genoeg. Even goed erop. Niet zo pietje schuiven. Zo. En dan deze, even met een peperdistressen. Even alle randen. En ik heb ook nog inkt. Ik inkt er meestal even af met distress ink. Vintage foto. Dat is wel een mooie kleur. Altijd wel mooi hierbij passen. Zo. Wat ik ook nog wel eens mooi vind, is even een scheurtje erin. En dan vouw ik het zo om. Dan moet ik even naar deze kant. Net even een wat stoerdere look. En dan plak ik deze ook hier op. De designpapier is van Craft Sensations. Bij de Action hebben ze dat wel. Het is echt een mooi blok dit. Even kijken. Zo. En dan dit. Ik plak dat eigenlijk nooit zo vast. En dan heb ik een stukje ribbelkarton. Ga ik ook vaak even met de distress langs. Krijg ook wel een mooie rand er al aan. En even met de inkt afzetten. Of niet zoveel hoor, maar. Die vind ik wel mooi aan deze kant. Ik plak het ook nooit zo strak vast. Beetje lijm. Hop, klaar. En dan heb ik een banner. Deze. En die heb ik gestanst. Dat is een hele mooie set. Van Elisabeth Craft Design. Dat is deze. Er zitten 1, 2, 3, 4, 5 banners zitten en dan heb ik de grootste genomen. En dan die maatje kleiner is dan de mat. Die kun je een beetje inkt dan. Ga ik niet met de distressen langs. Vind ik een beetje zonde, want er zit een mooi stiksteekje in. Deze plak ik hierop. Even weg. Zit er echt zo'n mooie mat daar zitten dan op. En
En nu heb ik deze al klaar. Deze komt er straks zo op. En dan wil ik hetzelfde even maken. Dan heb ik een strookje. En om nou zo'n zwaluwstaartje te maken, knip ik hem in de midden in. Dan ga ik van de zijkant ga ik naar het puntje. En hier ook. Dan heb je hem zo. Die plak ik alvast een stukje op. Ja. Even kijken hier zo. Beetje nu. Knip ik hem af. Moet gelijk even weg. Dan wil ik een gaatje in de midden hebben. Ik geef hem mijn krappendaal. Probeer ik hem. En dan had ik nog een reinforce, had ik gestanst. Ja, deze. Die plak ik dan hierop. Had ik wel het grootste gaatje gepakt. Ja. En deze plak ik hierop. Even met een lintje. Doe ik even. Even zien vanaf de achterkant ga ik er dan in. Af. Kijk, deze. En die wil ik dan aan deze kant hier op hebben. En dan zit je een beetje met je hoogteverschil. Oh ja, dan moet ik deze niet vergeten. En deze wil ik graag hier er graag onder hebben. Zo. Dus ik plak eerst deze even vast. Dat doe ik even met een beetje kit. Even zien, hier zo een stukje en hier een beetje. Even kijken, ik denk zo. Auw, auw. Meer plak ik hem ook niet vast hoor. Maar dan zit je met het hoogteverschil. Dan doe ik er even tape aan. Aan deze kant. Dan doe ik twee lagen. Dit is niet zo heel dikke. Kijken of die nu past. Ik denk het. Ja. Dan doe ik hier ook gewoon even wat. Kits. Dan leg ik deze hier mooi op. Een beetje schuiven. Het is wel warm aan de vingers. En dan ligt hij een beetje op gelijke hoogte. En dan kun je er nog wat ondersteken. Aan beide kanten. Dat vind ik altijd wel fijn. Deze komt hier. En dan heb ik nog een filmstrip. Die wil ik hier nog graag op hebben. Dat doe ik even met wat stukjes lijm. Komt ook nog van alles overheen. Dan had ik deze dus ook al gemaakt. Op dezelfde manier als die andere gemaakt heb ik gewoon een stuk afgeknipt. Die komt dan. Ja, ik kan hem hier wel doen. Ik vind dit wel een mooi plekje. Ja, dan plak ik hem hier zo op. Doe ik wel even weer mijn stukje kit. Zo. Die gelijk ligt met de buitenkant. Zo, dan heb ik deze. Ik heb hier nog wat klokken. Die wou ik nog eentjes erop plakken.
onderkant. Ja. Op zo'n manier. En dan heb ik nog een klok. Die hier onder kan, ja. Even een strikje nog. Mijn schuif vast aan een magneet van mijn mat. Een strik. Hoe groot is die? Oh, wel aardig. Deze vouw dubbel. En dan druk ik deze er straks ook zo ietsje onder. Deze zat nog niet vast. Nee. Doe je maar een klein druppeltje aan. Schuif ik hieronder. Doe niet al te veel, anders kun je die 12 niet meer zien. Nou, mag ook wel zo. En dan deze, even mijn piktool erbij, dan schuif ik hem er zo onder. Een druppeltje eraan. Schuif ik er zo onder. Ja. Dat wel leuk staan. En dan had ik nog een verjaardag. Hartelijk gefeliciteerd. Moet ik die hier zo doen? Leuk, hè? Nog een stempel van Joycrafts. En heb ik nog wat van die radertjes. Even kijken, maar deze. Wat hier onder kan. Ja. Ik moet gewoon een heel klein beetje kit aan. Lijm en dan. Hup, daar zit hij. Even kijken, hier nog heen. Ik kan er nog wel een onder. En dan kan ik hem er ook onder schuiven. Omdat ik er nog ruimte heb, schuif ik hem er zo onder. Kijk, nu heb ik er nog twee. Nou, kijk ik zo wel eventjes. Want wat ik ook nog heb, dat zijn nog van die plaksteentjes. Deze kan ik ook nog kwijt. Even zien, dat doe ik even met lijm. Zet ik meestal even een paar stipjes met lijm. Meestal even met mijn oh, dat is dan een kleurtje. Die. Even kijken, het is dezelfde. Dat is een zwarte. Een hele zwarte. Even kijken. En dat is hier nog een beetje. Ja. Hier mag nog met een druppeltje. Eventjes. Hier mag hier. Hier nog eentje. Doe er hier nog een. Ja, die kan ook nog een. En een beetje op de plekjes.
dan doe ik er toch hier nog eentje. Er vast nog wel een, ja. Nou, dan denk ik dat mijn kaart wel klaar is. Ik vind het mooi dat het allemaal een beetje los is. Dat het allemaal niet zo vast, niet zo plat is. Daar hou ik wel van. En dit is ook allemaal open. Dit was mijn kaart voor deze week. Ik hoop dat jullie het een leuke video vinden. Je kan dus nog meedoen tot en met zaterdag 6 uur. Dan kun je kaart nog linken op ons blog van Kaartjes Inspiratie Challenges. En dan hoop ik me volgende week zondag jullie weer te zien bij de live. Dan hebben we weer een nieuwe uitdaging. Daar komen we dan weer mee. Ik wens jullie allemaal nog een fijne zondag. En tot ziens maar weer. Doeg doeg!